Wij mensen van de camping, hè, die ik ken allemaal, die zijn niet tegen controles. Die zeggen je kan het kaf van het koren scheiden. Alleen daarmee lost de gemeente niet de problematiek op die hier speelt. Kijk links, kijk rechts. Dit is absoluut niet te vergelijken met Fort Oranje. Goedemorgen. Ik ben Wim Hak. Ik ben beheerder van camping De Witte Plas in Schijf. Sinds 1 juli 2018. Oh, Koosje, je komt op de televisie. Was je wakker geworden? Had je lekker geslapen, hè? Wij zijn in 2010 hier terechtgekomen. Mijn man en ik. Want om gezondheidsredenen was het belangrijk om Rotterdam uit te gaan. Hij had zwaar COPD. En daar is hij ook in overleden. Dit zijn allemaal mensen die hier al lang en heel lang wonen. De Roemenen zitten hier natuurlijk nog niet zo lang. Maar ook die hebben hun draai gevonden. En dat bijt elkaar niet. Er is wel eens kritiek op elkaar, maar het bijt elkaar helemaal niet. En er zijn genoeg problemen, hoor. Dat ook niet iedereen zijn caravan bijhoudt. En dat ze niet allemaal voldoen aan de bouwkundige eisen. En dat er ook wat betreft arbeidsmigranten, denk ik, te veel mensen op één caravan zitten. Kijk, dat is allemaal niet in orde. Er zijn ook problemen geweest, hè? We hebben natuurlijk in de media kunnen vernemen. Steekpartijen. Nee, auto's in beslag genomen. Nee. Er zijn auto's in beslag genomen. Daar heb ik volop aan meegewerkt. Wat niet deugt, moet eraf. Die steekpartij, dat is in de relatiesfeer een ruzie geweest. Dat is enorm opgeblazen. En natuurlijk is er met een Stanley mes is er gestoken. Dat is buiten de camping gebeurd. En die lieden, zowel de dader als het slachtoffer, zijn verwijderd. Maar kunt u zich voorstellen dat voor de buitenwereld dan wel zo'n idee ontstaat van, hey, we hebben hier te maken met mogelijk een tweede Fort Oranje? Ja, dat kan ik me best voorstellen dat de buitenwereld dat denkt. Maar het gebeurt helaas overal. Dus zou het niet gebeurd zijn buiten de camping. Hier is direct ingegrepen en hier is direct gedaan wat er gedaan moest worden. Noortje, kom. De verhouding is niet meer goed. De verhouding tussen normale recreanten en mensen wat hier wonen, dat wordt te groot. En dat trekken recreanten niet. Nou had ik deze al, dus je blijft dan. Zeker nu in de coronatijd. Je hebt toch iets waar je naartoe kan. Er zijn ook een heleboel mensen die hier onverschillig komen. Die problemen hebben omdat ze gewoon gescheiden zijn. Of omdat ze moeilijkheden hebben met hun kinderen. Of op een andere manier. En daar zal de GGD meer op ingezet moeten worden. En er moet gewoon een stop gezet worden op de arbeidsmigranten. Er staan 185 mensen, dan praat ik niet over huisjes, maar 185 mensen ingeschreven bij de gemeente. En daar hebben dus ook gezinnetjes bij. Heel veel Nederlanders en ook wat Roemeense gezinnen. Die zouden een vaste plek moeten hebben. Ja, maar die krijg je natuurlijk nooit verplaatst. Koosje, kom maar. Nou, de gemeente heeft natuurlijk een nota geschreven in november 2020, waarbij ze een hele andere aanpak hebben wat betreft recreatieparken in de gemeente Rukve. En de gemeente die gaat veel meer de kant uit dat het accent gelegd moet worden op recreatie. Begin eens met het feit van wat gebeurt er nou als we inderdaad gaan handhaven? Dan krijg je natuurlijk een hele nare situatie voor heel veel mensen. En niet in de laatste plaats ook voor de gemeente. Want die zal enorm financieel bloeden. Want wie koopt de mensen uit? Wie zorgt voor nieuwe huisvesting? En wie kan er sociaal dus een dusdanige draai aan geven dat ook op een normale, eerlijke manier gebeurt? Als er nou nog meer verslaagd wordt, ja, dan weten we niet wat we doen. Dan weten we echt niet wat we doen. Laten we beginnen met dus de rotte stukken uit de camping te breken, nieuw te bouwen en de mensen een goed onderkomen te geven, beter dan nu. Ik kan me voorstellen dat de gemeente niet echt zit te wachten op zo'n aanzuigende werking bijvoorbeeld. Nou, het is verder geen aanzuigende werking, het feit ligt er. Dus dat valt niet meer te veranderen. Laat een aantal verstandige mensen of een aantal
slimme mensen bij elkaar gaan zitten van die verschillende partijen. En laat ze daar opnieuw naar kijken. Dat kan ik niet bekijken. Ik heb daar geen kijk op. Ik heb eigenlijk de leeftijd dat ik dat niet meer zou moeten doen. Maar ik wil heel graag nog zorgen dat dit geen tweede Fort Oranje wordt. Maar je kan niet met een halve man en een paardenkop een hele camping beheren. En dat kan Wim ook niet. En ik ben het met iedereen eens dat er wat aan te merken is dat het niet altijd goed gaat met Wim. Dat hij beloftes doet en dat hij die niet waar kan maken. Daar ben ik het ook mee eens. Maar je moet ook wel de middelen hebben om te kunnen werken. Er moet in geïnvesteerd worden verder. Maar om nou gelijk over Fort Oranje te spreken, dat vind ik wel veel gezegd.